Lyceum deelgenomen aan een proef waarbij ze les kregen via de mobiele telefoon. Gewapend met telefoontjes die zijn uitgerust met het supersnelle UMTS-systeem, speelden ze een spel over de geschiedenis van de hoofdstad. In alle ernst en vol leerstof. Kan je gewoon zo doen? Ja, weet ik. Maar we gaan nu eerst even een filmpje bekijken. Dus we hangen even op en dan bellen we na het filmpje op, oké? Hoe je videobeelden of foto's via je mobieltje verstuurt, hoef je Scarabée en Savannah niet uit te leggen. Maar dat de Schreyerstoren in Amsterdam rond 1487 werd gebouwd, is heel wat verder van hun bed. Ga nu een filmpje kijken. Het gemak waarmee jongeren met moderne technieken omgaan, wordt nu ingezet om hun kennis over het verleden bij te brengen. Het vreemde aan deze klokken was, is dat deze midden in de nacht gingen luiden. Kinderen maken zelf onderweg foto's en filmpjes om eigenlijk opdrachten te maken over die locaties. Dus ze laten zien wat ze leren of wat ze snappen, doordat ze er zelf media over maken en naar ons toesturen. Het gebeurt allemaal over het mobiele netwerk, dus over UMTS. En wat wij daar ook nog aan toegevoegd hebben is GPS. Dus dat is Global Positioning System, wat je ook in de auto hebt om mee te navigeren. En wij hebben dat in die telefoontjes ook ingebouwd, waardoor wij precies kunnen zien waar iedereen is. Ik weet waar die is, hij is bij de Prins Hendrikkade. Ja, oké. Ja, Prins Hendrikkade. Zwervend door de stad komen de leerlingen erachter hoe Amsterdam er in de middeleeuwen ongeveer uit moet hebben gezien. Bij de Schreyerstoren spelen ze na hoe de toren aan zijn naam is gekomen. Het filmpje sturen ze door naar klasgenoten in het hoofdkwartier. Dan moesten ze zeg maar een opdracht maken van film van vrouwen die huilen. Dat een VOC-schip is vergaan. Het is leuk en je leert ervan, want je leert de wegwijs. Je leert ook wat over de geschiedenis van plaats hier in Amsterdam. Je bent nog niet in de buurt van een nieuwe opdracht, doorlopen. Ja, we moeten daar door. Hey. Kunnen ze dit niet uit een boekje leren? Het is wel een soort levende geschiedenis. Hè? Je kan dingen heel concreet maken. Ze hoorden een schout, ze hoorden een metselaar uit de middeleeuwen, ze hoorden stemmen. Het is bijna een soort reis naar het verleden. Dus dat is wel bijzonder en dat is iets anders dan een boek. De bedenkers vinden de proef geslaagd en willen het spel ook in andere steden introduceren. Het is wel een kostbare geschiedenisles, want de ontwikkelingskosten, deels betaald door een telecombedrijf, liggen rond de 2 ton. Geen florijnen, maar eigentijdse euro's. Het weer nu, Marco Verhoef. Ja, en van winterweer is in West-Europa nauwelijks sprake.